Jongens, daar zitten we dan. Ik zit hier vandaag met Dwayne, mijn vriend. Yes, jullie kennen hem wel. Lang geleden, maar daar zijn we weer. Jette. Ja, en vandaag hebben we voor jullie de spannend nieuws, zoals jullie wel kunnen zien aan de titel. En dit is iets wat we echt al heel lang willen vertellen, maar niet konden. We moeten het nog even stilhouden, want zekerheid. Ja. Dat, al dat soort aspecten. Dus nu is het eindelijk zover. En zoals de titel al kon verraden, wij krijgen een kleintje. Ja, Dwayne wordt papa, ik word mama. En we zijn er heel erg blij mee. Het was ook zeker gepland. Maar er zit echt nog een heel verhaal achter. Zullen we dat even kort vertellen? Ja, begin maar. We hebben de puntjes ook opgeschreven. Want ik weet zeker dat heel veel van jullie nu willen weten. Van, wilden jullie een baby? Wanneer is het gebeurd? Hoe lang ben je zwanger? Ja, hoe voel ik me? En hoe gaan we het huis vullen? Want het huis is leeg. Ja, grapje. Maar dat soort vragen gaan we nu dus beantwoorden. Ja. Mochten jullie nog meer vragen hebben, stel hem gewoon in de comments. En dan moet dat maar goed komen. Allereerst, hoe voel jij je eronder? Hoe ik me erbij voel. Ik heb alleen het leuke werk hoeven doen. Dus, leuke werk hoeven doen. Dus ik moet alleen met jouw hormonen handelen. Ja. Maar dat lukt me aardig. Ik heb trouwens een boek van Manon gekregen. Ik kan hem zelf nooit kopen, maar ja man. Tips. Hij heet Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt. Dus voor als man zijnde tips. En ik heb al 2 dingen geleerd. Moet een beetje Oosterse vechtkunst moet ik hanteren. Echt waar? En dat betekent gewoon meeveren met de storm die af en toe komt. Dus Manon is dan zeg maar de storm. Moet ik niet tegenin gaan, maar gewoon nemen als een man. Ja. Onthouden dat ze hormonaal is. Dat ze een beetje agressiever zijn. Emotioneel. Snel, dus ja, het gaat me tot nu toe goed af. Ja, gisteren in de auto dan toevallig had ik echt een momentje dat ik ineens moest huilen. Ik weet niet eens meer waar het om ging. Hadden we even een discussie en dan komt het er allemaal uit. Maar ja, hoort erbij, hè? Dat hoort inderdaad hoort erbij. En jij kan je er nu op deze manier alleen maar goed op voorbereiden. Ja. En ik weet ook nog heel veel dingen niet. Ik heb ook nog geen idee wat er allemaal op me af gaat komen. Maar ik ben dus nu 14 weken zwanger. Dus dat is langer dan 3 maanden. En dat betekent dus dat ik nu in het tweede trimester zit. En ik heb mijn misselijke periode al gehad. En jullie hebben ongetwijfeld ook wel gemerkt wanneer dat ongeveer was. Nee. Want ik heb de afgelopen tijd ook niet echt vaak video's meer geüpload. Of dan kwam een video te laat. Of er kwam er helemaal geen video online. En dat was eigenlijk de reden. Dus ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Ja. Of jullie geen begrip voor hebben, dan niet. Scroll verder naar andere video's. Verder. Want sommige comments vond ik echt niet kunnen. Nee, het was zeg maar soms... basis, ik weet niet. Nou, man, kan niet. Nee, sommige comments waren heel naar. En ik denk dat als iemand geen video's uploadt, dat die persoon er dan ook een bepaalde reden voor heeft. Ja. En ik snap dat jullie dan een beetje argwaan gaan krijgen. En denken van, ja, waarom komen er geen video's? Het is je werk. Maar ja, ik was dus zwanger al en ik voelde me gewoon niet lekker. Ik was gewoon af en toe niet te genieten. Misselijkheid, moeheid vooral heel erg. En ja, zwangerschap is gewoon niet zo heel erg makkelijk als dat mensen denken van ja, je maakt een kindje en dat is het. En het is ook niet 1, 2, 3 van we gaan het zeggen, je bent zwanger, dus ik kan het opnemen. Het heeft natuurlijk een bepaalde tijd nodig voordat we het naar buiten kunnen brengen. Het is iets privés, iets tussen ons. Dus nu vond het een mooie gelegenheid om het te vertellen. Dus Ja, ik trok het ook op een gegeven moment niet meer, want ik ben dus nu 14 weken zwanger. Nou, je moet je nagaan hoe lang ik het stil heb moeten houden voor jullie. Inmiddels een borstvergroting. Ja, inmiddels een borstvergroting. Nee, dat was dus ook wat heel veel mensen zeiden van ja, je hebt je borsten laten vergroten. Ik had een keer een strak hemdje aan en dat vond ik ook best wel lullig om te lezen, want je kan niet zomaar ineens zeggen over iemand, heb je je borsten laten vergroten, ze zijn mega groot. Maar dat komt dus ook gewoon door de zwangerschap, dus dan weten jullie dat ook gelijk. Daarnaast nog wel een iets minder leuk verhaal wat er ook nog bij komt kijken. Ik heb dus eigenlijk, dit is mijn tweede zwangerschap. Ik was in januari gestopt met de pil en toen was ik al binnen een maand zwanger geraakt. En in die tussentijd heb ik 1 miskraam gehad en dat was al vrij snel na 5 weken. Toen was het vruchtje eigenlijk soort van afgebroken en afgestoten door mijn eigen lichaam. En dat was natuurlijk niet leuk voor ons. Het was gewoon heel heftig. En dat was dus ook een periode dat Manon ook niet echt lekker in de vel zat. En minder uploaden. Ja. Dat zijn eigenlijk bepaalde aspecten die erbij kwamen kijken. Misschien dat jullie achteraf denken van, hey, klopt, daarom was ze niet echt consistent met haar uploaden. Maar daarom dat was de reden. Ja. Ja, een miskraam is gewoon iets wat echt heel erg vaak voorkomt. Sommige mensen die hebben er bij 20 weken ineens een miskraam. Sommige bij 4 weken. Sommige die kunnen überhaupt niet zwanger raken. Of die moeten via IVF-methode. Ja. Dus er zijn gewoon heel veel vrouwen die zwanger willen raken, maar er moeite mee hebben. En dat het dus ook af en toe fout kan gaan. Nou, 1 op de 4 vrouwen krijgt geloof ik een miskraam de eerste keer.
Dus die kans was daar. En het gebeurde bij mij, maar deze keer zit alles gewoon goed. We hebben nu al 3 echo's gehad, geloof ik. Ja. Het gaat niet altijd over rozen, maar nee. Het goede nieuws is... meteen een maand daarna was het direct raak. Ja, net zo. Ja, dat is wel Power. Echt... Nee, dat was wel echt heel fijn. Want ja, ik wilde gewoon heel erg graag zwanger worden. En, eindelijk. Ik wilde al een paar jaar, maar het was niet over te halen. Maar... nee. Nu is het eindelijk zover. Nou, het was gewoon meer... Het huis hadden we nog niet. En het was te klein hiervoor waar we woonden. Het plaatje past perfect nu. We hebben nu ook echt ruimte voor. Ja. Dus nu kunnen we het huis gaan vullen. Ja. Maar dan hebben we eigenlijk heel veel van de wereld al gezien. Dus ja, ook dat. Heel veel doelen bereikt. Ja. Heel veel vakanties. Ja. Gaat ze weer op vakantie? Nee, ja. Het is gewoon haar werk. Echt, precies dan. Nee, maar goed, ik heb gewoon alles kunnen doen in het leven wat ik eruit wilde halen. Tuurlijk, er zijn nog veel meer dingen die op mijn lijstje staan. Maar dat kan allemaal ook in de toekomst, in de loop van de tijd. Ja, dus ja. Ja, maar wat wordt het geslacht? Dat weten we nog niet. Nee, het is nog even spannend. Niet. Over 2 à 3 weken weten we het. Ik ben team meisje, maar dan is team jongetje. Ja. Of tenminste, maakt niet uit wat we krijgen. Als, nee, als het gezond, gezond is, en sterk is. Voor ons, maar ook voor het kind zelf. Ja. Maar ik heb het voorgevoel dat een dochtertje wordt. En Manon een zoontje. Dus, ja, ik ben een van de weinigen die inderdaad denkt dat het een jongetje wordt. Mijn gevoel is echt gewoon van er zit een jongetje in me. Maar het kan natuurlijk altijd anders zijn. Maar ja, ik zullen denk het zien. 80% van familie en vrienden die zeggen allemaal het wordt een meisje. Dus zullen het zien. Binnenkort de gender reveal. Als wij terugkomen van vakantie, dan hebben we die gepland staan. Gaan we die ook voor jullie opnemen. Ja, dus dat horen jullie binnenkort. Maar dit is in ieder geval alles wat belangrijk was volgens mij om te bespreken. Ja. Oh. Dus kortom, wat we even willen zeggen. Manon is zwanger. Ja. Het was gepland. Ja. En hoe ik me bij voel? Blij. Waarom? Ja. Daarom. Ja, jij bent vooral echt heel erg blij dat ik er eindelijk klaar voor was. Ja. Want en ik hoef alleen het leuke werk te doen, toch? Dus voor de rest mag ik nog alles doorstaan. Nee, ja, ik zal het sowieso steunen. Maar ik denk dat zwangerschap begint bij een maand pas wanneer het kind er echt is. Ja. Voor mijn gevoel. En voor haar eigenlijk al direct, wanneer het eigenlijk in haar zit. Dus, eigenlijk vanaf de eerste echo al, toen ik die kleine zag bewegen in mijn buik, toen dacht ik, ja, nu ben ik... Ik weet niet, je voelt je heel anders. En dat is moeilijk uit te leggen. Maar de zwangere vrouwen die nu kijken, die weten precies wat ik bedoel. Dus ik denk dat we het hier maar bij laten. Want dit wordt anders een hele lange kletsvideo. En we willen misschien binnenkort ook nog wel een Q&A opnemen. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kunnen jullie die gewoon hieronder stellen. Stel hem hieronder. En dan misschien beantwoorden jouw vraag. Ja. Gender reveal, hou het in de gaten. Ja, dat abonneren. Wordt echt leuk. Abonneer op mij. Ja, ook op Dwayne's kanaal. Dwayne Zandvliet. Hij gaat ook natuurlijk veel dingen vloggen. Beschrijving. Ja, een hele, zet hem hieronder. Hele proces gaan we filmen. Dus dat komt zeker goed. En ook het gesnauw en alle chagrijnige momenten gaan jullie ook meemaken. Want dat hoort er gewoon bij. En als ik me de ene keer iets minder lekker voel, dan zal ik het gewoon aangeven op mijn Instagram. En dan kunnen jullie er ook rekening mee houden dat als er een keer geen video online komt of iets later of een ander soort video, dan weten jullie dus waarom dat zo is. Dus wij worden papa en mama. Jettig. Ja, echt heel erg blij mee. Spannend. Dus jullie kunnen alles volgen op mijn YouTube kanaal en op deze kanaal. En dan wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken van deze video. Bedankt voor het kijken. Thumbs up. En laat even tot weten welk keer. Team jij bent. Team boy of team girl? Wat denk je? Zet het in de beschrijving. Laat team Dwayne of team Manon? Ja. Jongen. Team Dwayne of team Manon. Ciao. Doei.